Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, SWM bespreekt stand van zaken betreffende lage waterdruk in diverse wijken. Waterbron Paradise voorziet bijkans 5000 huishoudens. Foodbaskets Nikeri voldoen aan vraag. En NCCR is gekoelde ruimten en ondersteuningsapparaten rijker. De NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij heeft op maandag 22 januari 2024 een persconferentie belegd over de stand van zaken met betrekking tot de lage waterdruk die in de diverse wijken binnen Paramaribo en Wanica te merken is. Wij voeren u terug naar dit persmoment. De long term eigenlijk, dat van drinkwater is iets ongoing, omdat steeds weer de populatie groeit en je meer water moet geven aan de mensen. Maar waaraan we ons gefocust hebben is dat we voor 2030 ieder toegang moet geven tot drinkwater. Al is het niet eenmaal 24 uur, maar dat ze dan die toegang krijgen en dan werken we verder naar de verbetering daaraan. Als we kijken naar het meerjarenontwikkelingsplan van deze regering 2022-2026 hebben ze aangegeven dat we de waterbehoefte moeten bepalen. Dus een haalbaar studie doen om de waterbehoefte te bepalen tot 2040. Dat hebben we al iets gedaan en we weten wat ongeveer de behoefte gaat zijn in 2040. En daar zetten we onze plannen uit om dat te kunnen realiseren voor die tijd. Ten aanzien van short term, we doen hier en daar een aantal dingen. Afgelopen zaterdag waren we op Paradijs om daar de drinkwatervoorziening te verbeteren. We werken op Post-Utrecht. In Marowijne zijn we ook bezig om de mensen van weg naar Patawaka water te geven. We zijn bezig op Kabenadorp, we zijn bezig op Mata. En ook dat van die 7 miljoen van die het verbeteren van de drinkwatervoorziening om het weer te brengen naar de oude situatie. In Brazil zijn we bezig met een aantal dingen. Je hebt dat van IDB. Ik weet niet als ik het moet plaatsen onder short term of long term, want die loopt tot 2028 en dat is bedoeld om de watervoorziening te optimaliseren. Daar praten we over het voorzieningsgebied van station Helena Christina. Daar moet dat station uitgebreid worden met zeker een 240 kub water extra. En dat water is bedoeld voor de mensen die wonen in het Altona-gebied, die nog niet beschikken over drinkwater. Dat praat over ongeveer ietsje meer dan 3000 huishoudens. En ook de omliggende gebieden, dat praat over het resort. Het resort Leridorp, het resort Nieuwe Grond, resort Houten, dat de waterdruk aanzienlijk omhoog gaat. Een deel dat we ook hebben opgenomen in dat van IDB is het aanpakken van non-revenue water. Dat is water waarvoor je geen gelden terugkrijgt. Het komt door soms lekverliezen, nauwkeurige registratie en de toegestaande waarde daarvan is 25%. Wij werken naar een 33%, want we zitten nu op een 40%. En we hebben een deel van institutionele versterking en het moderniseren. En dat is ook al gaande, waarbij we diverse in een afdeling van ons versterken. We praten over de HRM, de financiële afdeling. En precies zo werken we aan diverse dingen. Er zijn mensen gestuurd naar Europa voor trainingen. En we zijn ook bezig te kijken met onze partners. Daar praten we over Wereldwaternet en Vitens om een drinkwateracademie te openen. En precies zo zijn er een aantal van zaken waarmee we bezig zijn. Ook, ik denk dat dat short term is. We hebben een beroep gedaan op onze ex-directeur. Hij is een procestechnoloog. Procestechnoloog. Hebben we hem gevraagd om al die installaties of treatment plans voor ons te kijken. Wat we moeten doen om de kwaliteit te verbeteren. Omdat we een probleem hebben
dat we zien dat de chloride gehalte, dat is verschilt in de chloride gehalte, op diverse plaatsen begint te stijgen. Dan praten we over dat station. En Tourtonne, Blaugrond, Kwarasang, Leesweg, Flora, William Kraanplein, Lelydorp, Livorno, Sido-regio in Nikeri, Nieuw Nikeri, het station Nieuw Nikeri en het station Meersen. We zien dat de chloride gaat omhoog. Dus we werken nu eraan om te kijken wat we moeten doen om dat op te vangen. Moeten we de stations verlaten of moeten we extra processtappen bouwen? Dus afhankelijk van wat het gaat kosten, gaan we kijken welke keuzes we moeten maken. Dat is ook iets, ik weet dat het ministerie van Ros bezig was met een pilot om dat te doen. Maar natuurlijk, voor ons als SWM is dat niet werkbaar als je regen. We hebben voldoende water, we hebben oppervlaktewater, we hebben grondwater. Wat we hebben besproken met de Belgen, want dat vergat ik, is dat we natuurlijk met advies van de president en de vicepresident hebben we dan gesproken met de Belgen voor samenwerking op het gebied van drinkwater, omdat ze ons ook hebben ondersteund om het opzetten van, voor het opzetten van het productiestation te WPC La Liberté, dat is Komowene, hebben ze gevraagd, help ons ook denken. En toen hebben ze dan voorstellen uitgewerkt dat in SWM, we weten dat er een masterplan is, dat er stations gebouwd moeten worden en zo. Maar laten we ook kijken naar het station van Komowene, als we misschien daar een uitbreiding kunnen doen en het water brengen richting Paramaribo. En dan vergelijk je wat goedkoper uitkomt. We hebben ook gevraagd om te kijken naar richting Mungo. Het projectdossier is al klaar, want het onderzoek hebben we dan, die pilot hebben we dan vorig jaar gedraaid en het dossier ligt gereed. En nu zijn we bezig met Brokopondo, dat is om een heel groot productiestation op te zetten, oppervlaktewaterproductiestation, dat ook invloed gaat hebben op Paramaribo, Wanica en Para, omdat dat water niet alleen bedoeld is voor Brokopondo, maar ook andere gebieden, omdat die ook zijn aangesloten op het hele leidingnetwerk van SWM in die bestaande gebied. En de Belgische overheid is willing, want ze hebben gezegd, werken jullie het uit? En we zijn willing om te ondersteunen dat, maar dan moeten jullie het wel doen in een PPV-verband, dat we het samen doen met een Belgisch bedrijf daar. En de persoon die als het ware de motor is achter ons, is de ambassadeur van Suriname in Brussel, dat is Gilbert van Lierop. En wanneer we dat hebben uitgewerkt, geloof ik zeker dat na die 6 maanden tot 7 maanden dat het al bekend is dat we financiering gaan krijgen die valt binnen het IMF-programma. En dat zijn de zaken waarmee we bezig zijn. Natuurlijk gaat het niet zo vlot, want je hebt de lage drukke mensen krijgen heel weinig water, dan gaan ze dan niet allerlei verwijten maken naar SWM en de aandeelhouder. Maar we werken heel hard om het probleem van drinkwater aan te pakken. Ruim 2 maanden na ingebruikname van de tweede waterbron in Henaar, Nikeri, is in het westelijk gelegen district wederom een waterbron opgeleverd, CQ in gebruik genomen. De faciliteit te Paradise zal bijkans 5000 huishoudens van stromend drinkwater voorzien. Bij de ingebruikname op zaterdag 20 januari is president Chandrika Persat Santokhi vertegenwoordigd geworden door minister Parmanant Seudin. Wiki Frukumanting en stroom nou de, en dat is zo erg, maar water nou de, heb je een groot probleem. En dat ervaren we allemaal. Laat me u aangeven dat de mensen in Nikeri heel hard werken. Ze doen hun uiterste best. Ze steken letterlijk de handen in de modder om datgene eruit te halen wat de natuur ons geboden heeft. En wanneer je na hard werken, thuis komt en wat er aan de wassie, dan hebben we een probleem. Wanneer de moeders vroeg opstaan in de keuken
om eten klaar te maken voor de heren die naar reisvelden moeten vertrekken en er is geen water, dan is er een probleem. Vandaag, officiële in gebruikname van deze bron, de directeur van SWM, meneer Linga, weet hoe moeizaam het gaat en hoe moeizaam het is gegaan en hoe groot de druk is geweest op SWM, maar ook op hem als directeur van SWM. Maar ondanks de tekortkomingen, ondanks de gebreken, ondanks de financieel-economische situatie in het land, zien wij dat SWM beweegt. We zijn begonnen bij Hinar en nadien zijn we dan overgegaan naar Paradijs. Hier op Paradijs zelf, hoeveelheid water dat we nodig hadden om het gebied te voorzien van drinkwater, praten we over ongeveer 70 kub per uur. Maar nadat we die bron hebben geboren, hebben we gezien dat we veel meer water uit die bron kunnen halen, ongeveer 120 kub. Dat betekent dat we een extra ruimte hebben van 50 kub per uur, dat we extra kunnen verpompen naar de mensen als we een grotere pomp zetten. Dus als er een uitbreiding komt in dit gebied, kunnen we die mensen wel voorzien van drinkwater. De foodbaskets in Nikeri voldoen aan de vraag van de lokale bevolking. Zo valt op te maken uit gesprekken die de communicatiedienst Suriname heeft gehad met de uitbaters van de outlets in het resort Hinar en het resort Wageningen, respectievelijk Chaneel Sadu en James Crichelow. De foodbasket op Hinar is een van de drie in Nikeri. Ook Nieuw Nikeri en Wageningen kennen zo'n outlet waar basisgoederen voor minder dan de normale prijs worden verkocht. We hebben elke dag ten verkoop wat gegeven wordt om te verkopen, zoals een aardappel, die gaat hard, en de bloemsoorten. Suiker en andere producten komen wel binnenkort. En die gaat ook snel over de toonbank. Soms ga ik na 1 uur open, na 1 uur. En soms sluit ik soms tegen 12 uur s'avonds, 11 uur s'avonds. Dus hangt af van de klant. Want in Wageningen zelf heb je klanten die komen bij maatjes in de ochtenduren. Maar in de middaguren komen ze massaal. Zoals u weet, dit is foodbasket van resort Hinar. We zijn vanaf elke week, dus van maandag tot zondag, bezig om te verkopen. Vanaf 9 uur tot 4 uur. Maar er zijn klanten die soms na 4 komen, maar we helpen hen ook mee. Ik las het in de krant en ik hoorde de president ook erover praten. Dus heb ik met contact gemaakt met de JNA-lid Nisha Jakri. En daarna heeft mijn tante mevrouw Sadu me ook contact omtrent dit. En zo heb ik meneer Dijkse leren kennen. En ja, dan zijn we begonnen. Bent u gestart? Ja. Vindt u het een goed initiatief, dus het idee van de regering om dus de mensen tegemoet te komen met een foodbasket? Ja, is prachtig. Want als we vergelijken met de prijzen van de winkel en van de foodbasket, zijn dit nog beter en mensen komen het kopen. Ik heb aardappelen, uien, olie, macaroni van twee soorten, fusilla en penne, pasta dus, bloem. Soms heb ik sociëtje. In het resort Nieuw Nikeri hebben we bij bureau Eenheid. Dat is aan de Naarpenstraat. En in het resort Wageningen hebben we ook een. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing is met de hulp van het Kinderfonds van de Verenigde Naties koele ruimten en ondersteuningsapparaten rijker. De oplevering van de gebouwen, als ook de overhandiging van de apparaten, heeft plaatsgevonden op vrijdag 19 januari 2024. De overhandiging is gedaan door Javier Cordoba, programmanager van UNICEF voor Suriname, aan NCCR-coördinator Jerry Sleingaard. We are so happy to be today supporting the NCCR
on improving their facilities, their warehouse, and also provide them and donate them some key equipment, key supplies that they will be able to use in case of an emergency, like a flooding, drought, etc. So for us, it's extremely important because during an emergency, those who normally suffer the most are children and their families. So therefore, anything that is in our hand to keep supporting the country in their preparedness and improving their abilities and their capacity, we are here to help and really committed. We have a part. Een tijd geleden hebben wij de UNICEF benaderd om te kijken als ze ons kunnen ondersteunen met het upgraden van het magazijn van NCCR. Waar we nu staan is het magazijn van NCCR. Maar we hebben dus nu waar de behoefte aan een gekoelde ruimte om bepaalde spullen koud op en koel op te slaan. En dat is, we hebben dus die ondersteuning gehad van UNICEF. En vandaag is het moment dat de overhandiging plaatsvindt, tenminste de oplevering plaatsvindt van de gebouwen en de overhandiging vanuit UNICEF naar NCCR. En we praten dus nu over drie ruimten die zijn opgeleverd. De één ruimte is een stafruimte, is een ruimte voor de staf van NCCR die hier werkt. En eentje is het kantoor, dat ziet u daarboven. En eentje is de koelruimte, dat is hier beneden. Dus dat is wat wij vandaag hebben gehad. Daarnaast hebben wij ook gehad een vriezer, een ijskast en een aantal airco's voor de ruimtes, zodat de ruimtes gekoeld zijn. We hebben vandaag verder overhandigd gekregen 2 desktopcomputers en 2 laptopcomputers en 3 Garmin GPS-apparaten. Dus dat is de ceremonie geweest van vandaag en we zijn de UNICEF... De UN-gemeenschap heel erg dankbaar dat zij ons hebben willen sponsoren voor dit moment. Kijkers, tot zover Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.